koninklijke gamer Ray versus arme gamer Jet. Een episch gevecht is aanstaande. Wie zal zegen vieren? De beroemde Ray Fox traint onvermoeibaar met de gamepad. Hij is serieus bezig om de titel van 's werelds beste gamer te verdedigen. Dus ik moet een skin kiezen voor de wedstrijd. Misschien deze? Nee, ik heb iets stijlvollers nodig. Wacht even. Oh, wacht. Wat? Ik wilde net een stuk pizza. Het leven zit vol teleurstellingen. Wat hebben we nog meer? Aha. Hey, ik zal zeker niet winnen met deze klauwen. Eén moment. Dit. Nu praten we. En een coole koptelefoon. Netjes. Nu wapens. Goed zwaard. Ja. Zo, wat is er nog meer? Ja, blaster. Cool. Oh, een bonus van de ontwikkelaars. Geweldig, nu ben ik klaar om te spelen. Nog enkele minuten voor de start van het spel. Sla popcorn in, er staat ons een interessante show te wachten. Ik begin me zorgen te maken. Hallo Ray. Hey, kom niet dichterbij. Rustig aan, ik wil je helpen. Ik bracht je een waardevolle artefact, een gamermasker. Het geeft plus 100% aan alle eigenschappen. We kunnen nu beginnen. Huh? Wat is het probleem? Waarom werkt de knop niet? Mijn computer is gek geworden. Nee, niet het scherm des doods. Nee, ik moet winnen. Huh? Wat? Oh, het was een droom. Jongen, jongen. Ben je klaar om te spelen, Ray? Stop met snurken. We hadden een afspraak. Weet je nog? Is dit ook een droom? Weet je welke dag het vandaag is? We hebben niet veel tijd meer. Huh? Natuurlijk weet ik dat. Ik heb een kalender. Zie je, vandaag is het woensdag. Vandaag is het gamertoernooi. Wat? Nee, Ray. We hebben een date vandaag. Maar ons toernooi dan? Oké. Ik kan het allemaal. Maar eerst... Geweldig. Dan ga ik me klaarmaken voor een date. Ik raad je aan het toernooi serieus te nemen. Ja, maak je maar om mij geen zorgen. Deze keer zal ik je zeker verslaan en veel geld verdienen. Doe niet zo gek. Als je wint, geef ik je mijn gouden kaart. Zo niet? Dan stop je voor altijd met spelen. Wat? Ik ben niet bang voor je voorwaarden. Laten we dan een deal maken. Oké. Deze tafel is saai. Hey Simon, doe iets. Laten we hem versieren met spelletjeslampjes. Geweldig idee. Ondertussen speel ik. Gigarijke Ray's butler staat klaar om al zijn grillen te bevredigen. Woef, goed? Ja, perfect. Dat is het. Klaar meneer. Bedankt Simon. Nu kan ik fatsoenlijk oefenen. Arme Jet aan de andere kant kan alleen maar dromen van een coole gaming lair zoals die van Ray. Maar hij verliest de moed niet en werkt eraan om de nieuwe ster van e-sports te worden. Laat er licht zijn. Goed, wie heeft deze dure toeters en bellen nodig? Oh, ik moet mijn computer klaarmaken voor het toernooi. Zoals dat. Duct tape heeft me altijd geholpen. Hallo, wakker worden oude vriend. Hey, wat is er gebeurd? Laat me niet alleen vriend. Heilig moederbord, kom op! Ha, het leeft! Hoera, zijn hart klopt nog steeds. Wat krijgen we nou? Simon, gamepad. Ik ben hier, meneer Fox. Hier, de beste gamepads op de markt. Bedankt. Oh, nee, slechte ergonomie. Volgende. Nee, hoe zit het met blauw? Wow, goed ontwerp. Perfect. Het scheelde niet veel. Voorzichtig. Klaar. Hoera. Wat is er? Mijn vingers. Verraderlijke lijm. Huh? Een pro-gamer als Ray tolereert geen oncomfortabele stoel. Alles moet perfect zijn. Alsjeblieft, meneer Fox. Maak je een grapje? Ik zie dat het te hard is. Wacht even. Dat zou moeten helpen, meneer. Oh, zo'n geweldig idee. Je leert snel. Goed gedaan. Ik heb een stoel nodig. Idee. Karton zal me redden. Ha, nu heb ik iets om op te zitten. Daar gaan we. Ai, caramba. Verraderlijke doos. Ga naar de vuilnisbak. Ik stap niet meer op dezelfde hark. Ik moet de doos goed versterken. Zoals dit. Ik denk dat hij me nu wel aan kan. Phew. Denk er zelfs niet aan om uit elkaar te vallen. Verraderlijk karton. Dat is beter. Hihi, geweldig. Relax, meneer. Denk alleen aan het toernooi. Een goede warming-up is de sleutel tot de overwinning. Ik weet zeker dat Jet geen kans maakt tegen u. Ik kan het. Nog één keer. Ja, het is niet makkelijk om een gamer te zijn.
Oeps, ik ben de tijd uit het oog verloren. Het is tijd om ons spel te beginnen. Ik denk dat ik klaar ben om de nieuwe kampioen te worden. De strijd van koninklijke Ray tegen arme Jet begint. Meneer, Amanda is gekomen om u te zien. Hé, kun je me horen? Helaas voor Simon gaat Ray helemaal op in het spel. Meneer Fox? U heeft een gast. Oké, wat dan ook. Kom alsjeblieft, praat wat harder. Hij is erg gepassioneerd over het spel. Oké, dank je. Konijntje, ben je klaar voor een date? Wat vind je van mijn nieuwe outfit? Hé, kijk maar aan Ray. Stop met spelen. Je hebt me een date beloofd. Hoor je dat? Oké, je hebt erom gevraagd. Pak aan. Denk na over je gedrag. Huh? Wat ben je aan het doen? Is dit een soort grap? Je geeft helemaal niets om onze relatie. Zeg iets. Dat is het. Het was de laatste druppel. Ik ga bij je weg. Wat heb ik gedaan? Huilt hij? Wat een domme daad. Konijntje, wees niet zo van streek. Misschien was ik te hard. Waarom rende ik daarheen? Huil je om het spel? Ik kan deze rotzooi niet meer gebruiken. Ga van de tafel af. Hey Simon, ik heb nieuwe apparaten nodig. Ja, meneer Fox, ik heb alles al gekocht. Zijn ze echt goed? Laten we eens kijken. Wow, gouden gamepad. Dit is wat ik bedoel met premium gaming. Bedankt, je kunt vrij zijn. Oké, ik heb eten meegenomen voor Orange. Oh, ik moet ook eten. Breng me lunch, schiet op. Uw lunch is klaar, meneer. Een echte pro-gamer kan het zich niet veroorloven om afgeleid te worden door eten als het spel in volle gang is. Meer, ik breng het nu. Hier, meneer Fox, uw favoriete sushi. Zoals je weet vergen videospelletjes veel energie. Ik wil graag meer eten. Meer, waar betaal ik je voor? Wacht even. Hallo? Dringend bevel naar de woning van Ray Fox. 5 minuten, meneer. Oké, ik zal wachten. Het is tijd om te eten. Daar gaan we. Ik kan niet meer wachten. Dit toernooi is zo vermoeiend. Oh, ik lijk geen honger meer te hebben. Huh? Wat is er? Hallo? Dringende bestelling. Ouch, maar ik heb het nu erg druk. Maar ik... Oké, nu moet ik naar mijn werk. Moet een laptop meenemen. Dat is niet eerlijk. Ik kan niet mijn best doen in zulke omstandigheden. Arme Jet moet e-sports combineren met werk als koerier. Maar hij gelooft dat hij in de toekomst niet meer afgeleid hoeft te worden van e-sports. Serieus? Oké, laat me even de bestelling achterlaten en gaan. Wat? Jet? Ga, echt niet. Geef me eten. Anders geef ik je een slecht tarief. Nee. Oké, ik ga akkoord. Geef me een seconde. Ray zou een kans om zijn grote rivaal belachelijk te maken voor geen goud afslaan. Nog een hapje. Hé, wat krijgen we nou? Oh, sorry. Geef me alsjeblieft niet 1 ster. Je bent zo grappig, vriend. Oké, hier is een fooi voor je moeite. Wow, eindelijk koop ik iets anders dan noedels. Wat? 0 cent? Ik had het moeten weten. Dag, tot ziens. Waarom heeft Ray me dit aangedaan? Ik dacht dat hij echt van me hield. We waren zo gelukkig. Oh, hij was zo lieverd op zijn reis naar Italië. Goede tijden. En onze eerste date? Hallo? Meneer? Oh, Ray. Hallo. Wow, is het voor mij? Wat leuk. Nou, jonge mensen, zijn jullie klaar om iets te bestellen? Ja. Mag ik een aardbeien milkshake alsjeblieft? De grote. Ray, wat wil jij? Ray, hoor je me? Yeah. Weet je, ik was bang dat je niet zou komen. Het is goed dat ik het mis had. Wil je straks een wandeling maken in het park? Ja. Niet slecht. Oké, ik wil nog 1 ding bestellen. Heb je cheesecake? Ja, natuurlijk. Ik zal het nu brengen. Wil je iets, jongeman? Ja? Kersentaart? Waarom blijft hij knikken? Ben je in orde? Ik begrijp het niet. Wil je een taart? Ik denk dat ik het snap. Het lijkt erop dat hij een videospel in zijn bril heeft. Wat? Geef het aan mij. Hé! Serieus, hoe durf je? Dit is onze eerste afspraak. Oh, ik vestigde bijna een nieuw record. Oh, gênante situatie. Geef me een bril. Ik heb nog niet verloren. Oh, jeez.
En hoe heb ik dit niet eerder opgemerkt? Ray is altijd al verslaafd geweest aan videospelletjes. Met de hulp van dit gaming textbook voor Rainbow Friends zal ik Ray het toernooi laten verliezen. Amanda weet dat Ray een hekel heeft aan verliezen. Ik ga zijn belangrijkste rivaal helpen. Het zal Ray hard raken. Hij zal er spijt van krijgen dat hij met dit rotzooit. Het is eigenlijk een café, geen bibliotheek. Oh, ik zal de locatie van alle kubussen opschrijven. Ondertussen probeert Jet zonder succes het toernooi te winnen. Goden van het spel, geef me kracht. Nou, wat is er aan de hand? Huh? Mijn toetsenbord? Zo snel! Een momentje, het is tijd om de toetsen te vervangen. Geweldig, nu zal ik zeker winnen. Ik kan het! Wat een zweterige ronde. Wat is er aan de hand? Ja, dit is mijn kans. Kom op, Jet. Als ik verlies, is mijn e-sports carrière voorbij. Hey Jet, ik wil je helpen. Neem deze mooie gamepad. Wow, waar heb je zo'n cool apparaat vandaan? Het is een fortuin waard. Nou weet je, het is een ingewikkeld verhaal. Makkelijk, draai je gewoon niet om. Oké, het moet hier ergens zijn. Ja, ik denk dat ik het zie. Netjes, ik zal dit even lenen. Huh? Waarschijnlijk niets. Nou, ik heb het in de uitverkoop gekocht met een zeer grote korting. Laten we deze e-sportster verslaan. Oké, ik heb hem bijna. Heb een beetje meer moeite nodig. Kom op. Oké, ik heb hem bijna. Kijk uit, naar rechts. Nee, niet daar. Hoe is het gebeurd? Wil je het proberen? Oké, sta op. Hier, vertel me de codes uit het boek. Pak het. Hoe vind je dat, bro? Hey, ik heb de juiste combinatie gevonden. Dat is wat we nodig hebben. Nu gaan we hem verrassen. Wat is het volgende? Ja, ik heb het. Hij begint te verliezen. Wat is er aan de hand? Hoe doet Jet het? Het is onmogelijk. Nu hier. Ja, het is ons gelukt. Hoera. Overwinning. Ik kan het niet geloven. Ik heb verloren. Wow, nou, het lijkt erop dat u me niet meer kunt betalen, meneer. Wacht, neem de computer niet mee. Het spijt me, meneer Fox, maar u bent alles kwijt. Hoezo? De hele carrière is naar de knoppen. Jet Wang, hier is je gouden kaart. Nu zijn alle miljoenen van meneer Fox van jou. En dit is zijn computer. Wow, het is gewoon een soort droom. Gefeliciteerd met je overwinning. Hey Amanda, wat dacht je van een date met mij? Nee, jullie gamers zijn allemaal hetzelfde. Ik trap niet meer in dat aas. Doei doei. Oké, ik heb nog steeds een nieuwe PC. Wat moet ik doen? Het enige wat ik kan doen is videospelletjes spelen. Ik zal helemaal opnieuw moeten beginnen. En net als dat werd Ray's leven volledig gereset. Kom op, mijn lieveling, laat me niet in de steek. Laten we mijn coole DIY-muis uitproberen. Ik denk dat het heel goed zal werken. Laten we gaan. Ren weg van hem. Ik ben er bijna. Een arme gamer speelt met passie, zelfs met simpele apparaten. Een rijke gamer heeft alleen de beste dingen. Nog een klein beetje en ik ben klaar met deze loser. Ja! Wat? Heb ik verloren? Nee hoor. Dienaar, ik heb werk voor je. Zoek die vent en laat hem weten dat hij zijn muis niet in mijn spel kan steken. Ik heb het. Hoe durft hij? Ik ben op dreef vandaag. Meneer, is dit uw naam? Ja, dat ben ik. Wat is er? Ik heb een boodschap voor u. Wat bedoelt u? Kijk, onder ons luchtschip. Waar? Naïef ventje. Laat eens zien hoe goed je nu speelt. Ik zie niets. Oh nee, ik zit vast. Oh, wil je spelen? Laten we samen spelen. Ga zitten. Ik zal het toetsenbord bedienen. Klik erop. Laten we het nog een keer proberen. Oh, het is gemakkelijk. Ik zal deze keer winnen. Kom op. Is dat hem weer? Je bent een goede speler. Het is tijd om de ninja-held in VR uit te proberen. Kijk uit, slechterikken. Heb je tegen mij of zo? Ik ben klaar om mezelf te verdedigen. Pak aan! We ontwijken. Je kunt niet van me wegrennen. Ik ben snel genoeg. Ik ken wat kung fu bewegingen. Voorzichtig, mevrouw Smith. Wat is hier aan de hand? Ninja's geven niet op. Ik ben een onoverwinnelijke krijger. Oh, ik ben uitgeput. Net als na de training. Waarom ben je moe? Breng me wat water. Eén momentje. Oh, ik ben in de bergen. Het wordt interessant. Ik heb zelfs een houweel.
Zoon, ik vroeg je deze kamer op te ruimen. En je bent weer aan het klooien. Aan de slag, nu. Oké, pa. Oh, ik kan die smaragdertsen delven. Ik heb zo'n geluk. Er zijn er zoveel van. Ray, wat is hier gebeurd? Oh, er moet een aardverschuiving zijn geweest. Mijn soda. Hé, ik zag het eerst. Echt niet, het is van mij. Waarom lossen we dit niet vreedzaam op? Wat heb je in gedachten? Laat de soda aan prijs zijn in een eerlijk gevecht. Laten we dit doen. Ik heb er vertrouwen in. Ik ben een pro in dit spel. We zullen zien. Ik speel niet mee. Alleen een eerlijk gevecht. Kom op, sneller. Oh nee, ik verlies kristallen. Misschien ben je oud. Geen pro. Ik moet me concentreren. Ik ben er bijna. Ja, ik heb de leiding genomen. Echt niet. Ik lag ver voor hem. Ik wil graag een frisdrank, alsjeblieft. Oké, het is $1,50. Alsjeblieft, bedankt voor de tractatie. Je moet meer oefenen. Waarlijk, mijn ster is gevallen. Wat een schande. Voel de kracht van mijn verpletterende slag. Alle vijanden zullen verslagen worden. Oh, ik denk dat ik een douche moet nemen. Dienaar, neem dit weg. Ik moet me wassen. Ik heb het. Het is tijd om mijn zwaard te upgraden voor betere aanvallen. Net zoals dat. Oh, dat kietelt. Het is net of mijn mamsi mee in bad doet. Je moet je gezicht ook wassen. Ik denk dat ik wat schuim heb gegeten. Laten we je goed schoonmaken. Oh, er zijn nieuwe blokken opgedoken. Veeg het allemaal af en we zijn klaar. Hé, blokkeer mijn zicht niet. Nu stink ik niet en kan ik me concentreren op mijn spel. Wow, dat is een coole locatie. Ik ben hier nog nooit eerder geweest. Het is tijd om mijn vechttechniek te laten zien. Ik ben een onoverwinnelijke speler. Pak aan. Zoon, ben je een slaapwandelaar? Oh, dat is slecht. Mijn jongen is ziek. Ik moet om hulp bellen. Kom snel hier. Kom binnen. Mijn zoon begint zich gewelddadig te gedragen. Help hem alstublieft. Ik ben zo ongerust. Mijn kicks zijn fataal. Ik heb het. We moeten tot het uiterste gaan. Help me. Wat ben je aan het doen? Laat me gaan. De plaats waar je heen gaat is ook erg leuk. De plaats waar je heen gaat is ook erg leuk. Vertrouw me, dit is de speelplaats van je dromen. Ik heb betere dingen gezien. Die van jou is niet zo indrukwekkend. Wacht eens even. Kijk eens naar mijn trendy headset. Dat geluid is ongelooflijk goed. Dat is oud nieuws. Ik heb Bluetooth AI-koptelefoons. Echt niet. Mag ik hem proberen? Tuurlijk, bro. Je kunt het testen. Ik vraag me af hoe ze zijn. Laten we eens kijken. Beginnen we? Bedankt. Wat een raar script. Oké. Het inspreken van een schutter kan een uitdaging zijn. Wat een ervaring. Kan ik de andere hebben, alstublieft? Wow, het is alsof ik in het spel zit. Geef me de link, dan koop ik deze ook. Ik glip hier doorheen. En ik zal verschillende bonussen verzamelen. Nee, kijk uit. Ethan, hallo. Er is een schurk verderop. Waar komt dat geluid vandaan? Een walkie. Ik heb het. Ik val aan. Kom op, heb geen medelijden met hem. Ik zal een wapen gebruiken. Ja, we hebben gewonnen. Een arme gamer speelt met de simpelste gameapparaten. Gratis bankje. Ik ga even rusten. Wow, iemand heeft zijn spel hier achtergelaten. Wat een vondst. Ik neem het mee. Eindelijk ben ik thuis. Laten we proberen om het spel te starten. Ik kan niet wachten om het te spelen. Het laat zo traag. Misschien is de CD beschadigd. Hoe lang moet ik nog wachten? Oh, ben ik in slaap gevallen? Alsjeblieft, laat. Spaar me. Toch nee? Ik heb mijn interesse al verloren. Oh, het werkt. Wat is er met het scherm? Oh nee, mijn computer. Wat moet ik doen? Ik moet het vuur stoppen. Leef, mijn vriend. Je kunt me niet verlaten. Vandaag is niet mijn dag. Hé, ik ben er. Ik wil mijn oude monitor verkopen. Hoeveel wil je me betalen? Voor deze dinosaurus, ik kan je $10 geven. Niet meer.
zo weinig? Hij is al vele jaren mijn trouwe vriend. Goed, dank u. Veel geluk. Ik zal een fortuin verdienen aan dit oude ding. Hallo, waar ben je in geïnteresseerd? Ik wil iets hebben wat niemand anders heeft. Kijk eens naar deze retro monitor. Het is echt een zeldzaamheid. Je kunt er klassieke spelletjes op spelen. Wow, dit is geweldig. Ik neem hem. Bedankt voor de aanbeveling. Bye. Jongens kunnen zo naïef zijn. Dit spel is best goed. Maar het heeft een upgrade nodig. Een rijke gamer kan alles kopen om zijn winstkansen te vergroten. Deze opdracht ziet er interessant uit. Ik verveel me zo. Ik kan nu wel in slaap vallen. Wat is hij aan het doen? Dit blok moet hier en dit blok gaat naar rechts. Precies zo. Dat is een geniaal idee. Ik wil ook spelen. Wat is dat voor lawaai? Jongens, opletten. Ja, sorry. Bediende, ik wil ook spelen. Kan ik je helpen? Neem dit. Bedankt. Ga nu weg voor je opvalt. De pret gaat zo beginnen. De jongens zijn zo stil. Leo, draai het boek om. Ik ben goed. Het is comfortabeler zo. Als jij het zegt. Het is niet makkelijk om een gamer te zijn als je blut bent. Oh nee, niet doodgaan. Alleen spelen is zo saai. Het is helemaal niet spannend. James, kom hier. Ik moet een teamgenoot vinden. Ik zal beginnen met zoeken. Hallo, doe je auditie? Ja, ik wil het proberen. Kom binnen. Hoi, laten we het spel beginnen. Goed zo. Oh, hij is zo schattig. Hoop dat ze goed is. Kom op, stap erop. Laat hem niet winnen. Ze is zo gepassioneerd. Ik ben uit de race. Dat kan niet waar zijn. Het spel is defect. Alles is tegen mij. Ik denk dat ik een minder emotionele partner nodig heb. Opzij, uit de weg. Juffrouw kan meer. Jij bent de volgende. Kom binnen. Kom op, sneller. Ik ben een pro. Hou vol, ga niet dood. Sorry, man. Zullen we beginnen? Het lijkt moeilijk voor een rijke gamer om een speler te vinden die zijn vaardigheden evenaart. Ik zal nooit verliezen. Alles is mogelijk. Oh, is dat gaming casting? Hallo, ik wil het proberen. Wie is die arme kerel? Mag ik binnenkomen? Maakt niet uit. Hoi, ben je op zoek naar een partner? Laten we spelen. Geef me een frisdrank alsjeblieft. Hier, laten we serieus spelen. Wow, hij heeft vaardigheden. Hij is zo snel. Ja, ik heb gewonnen. Wow, echt niet? Bro, ik ben onder de indruk. We hebben gewonnen. Bedankt iedereen. Pak jullie prijzen. Een gouden beker. Laten we dit team feliciteren met het winnen van het Troom eSports toernooi. Hoi, kan ik je helpen? Al mijn gameapparatuur is van vorig jaar. Ik heb dringend wat nieuwe gadgets en apparaten nodig van allerlei aard. Ik hoop dat dit genoeg zal zijn. Zoveel geld heb ik alleen gezien toen ik GTA speelde met cheats. Wat is er mis met hem? Haal alles wat ik nodig heb voor nu. Nieuw spelmateriaal, nieuwe kansen. Als dit een droom is, wil ik niet meer wakker worden. Laat gewoon niets vallen. Ga uit de weg. Oh, sorry. Wow, dat is een hoop cool spul. Zie je later. Ik hoef niet meer te werken. Wie is die arme kerel? Hey, ben je verdwaald? Goedemiddag, ik wil dezelfde spullen kopen die kerel heeft. Heb je geld? Tuurlijk. Dat is te weinig. Dat is de waarde van al die spullen. Ik vergat mijn geluksmunt, alsjeblieft. Nou, ik weet wat ik je moet bieden. Als je geld hebt en gamen is je leven, is het geen probleem om coole spullen te kopen. Waarom beknibbelen op iets waar je van geniet? Ik ben altijd de eerste. Arme Ray is een vreemde eend in de bijt wat luxe en rijkdom betreft. Dus zijn gameplek past bij de mogelijkheden van zijn lekkende portemonnee. Erik, pak mijn uitrusting. Ja, meneer.
Waar maakt Leo zich klaar voor? Wordt het een gevaarlijke strijd? Tijd om de korst te breken. Ha! Ik kan beter achteruit gaan of ik ga geraakt worden. Ik zal geen blok missen. Jaren van training zijn niet voor niets geweest. Een hindernis? Ha, daar ben ik niet bang voor. Een professional als Leo zal niet stoppen met spelen totdat hij zijn vaardigheden tot in de perfectie heeft aangescherpt. Dat is mijn buurman. Ik vraag me af wat hij aan het doen is. Poeh, ik ben moe. Ah, wat is er gebeurd? Er is hier een besnoord monster. Maak dat je wegkomt. Dat was onbeleefd. Ray's computer, die hij van zijn vader erfde, is te oud. Daarom duurt het soms te lang om het spel te starten. Geduld, Ray. Het wachten is het waard. Zelfs mijn oma is sneller dan deze computer. Dit is belachelijk. Soms duurt het laden zo lang dat de verveling de gamer gek begint te maken. Vertel me, hoe moet ik het uithouden? Wacht, ik hoor gezoem. Ga nergens heen, ik los het wel op. Als er geen geld is voor een VR-bril, moet je improviseren. Je kunt hier niet zonder de juiste soundtrack. Wil je spelen, vervelende vlieg? Nou, hou je vast. Kiai! Pak dat! Waar vlieg je naartoe? Vecht met me! Wat wil die rare vent van mij? Laat me met rust. Vlieg hierheen, ik pak je nu. Oh, ik heb je nodig. Ik ben nog niet klaar met je. Ik ben bang. Meneer, we hebben een opdracht voor u. Ha, dat is het. Bedankt dat je me hebt gered. Alsjeblieft. Wow, bedankt. Wat geld zou geen kwaad kunnen. De skin van de rijke gamerpersonage moet zijn rijkdom weerspiegelen. Dat is grappig. Ik ben geboren om te schitteren. Spelen met een standaard skin is voor arme mensen. Niet voor Leo. Zijn donaties voor de skins van zijn personages hebben veel spelontwikkelaars rijk gemaakt. Ik wil iets luxueuzers. Dit past nu beter bij mijn status. De arme gamer is ook geconfronteerd met het probleem van het kiezen van kleding. Maar een geduchte veroveraar met een kartonnen zwaard? Hij zou zeker al zijn tegenstanders verslaan met deze belachelijke look. Ja, het is moeilijk om iets indrukwekkends te vinden onder de standaard looks. Deze is niet zo hopeloos, maar het is nog steeds niet cool. Wow, nu ziet mijn karakter er zelfs behoorlijk bruut uit. Ik hou ervan. Het bos is een ruige plek. Het is moeilijk te voorspellen achter welke boom het gevaar op je wacht. Dodelijke vallen, zoeken naar voorraden. Dat is de essentie van survival mode. Hebbes, ik ben je altijd een stap voor. Ik voel dat de vijand ergens dichtbij is. Ben ik omsingeld? Ik zal me niet overgeven. Schiet om te doden. Mijn instincten waren toch juist. Nu naar rechts, meneer. En achter de rots zal de vijand zijn. Hij is klaar. Ik ben geneutraliseerd. Oh, sorry. Leg iets kouds op die blauwe plek. Probeer dit. Dank u, meneer. En je wordt sterker. Ray heeft geen VR-bril nodig om survival mode te spelen. Want hij heeft genoeg aan de ontberingen die hij in het echte leven ondergaat. Ga ik wel de goede kant op? En werken als koerier is als een zoektocht op hoog niveau. De tijd is beperkt, ik moet opschieten. Anders krijg ik mijn beloning niet. Hallo, hier is uw bestelling. Ik heb te lang gewacht. Ik betaal je hier niets voor. Tot ziens. Niets is onmogelijk voor de rijke gamer Leo. Hij kan zich werkelijk alles veroorloven. Zelfs de ruimte in vliegen met zijn persoonlijke shuttle. En die ster ziet er behoorlijk helder uit. Ik denk dat ik hem koop en hem naar mij vernoem. Arme Ray daarentegen kan de kosmische lichamen alleen maar bewonderen terwijl hij met zijn babymobiel speelt. Hoe moet ik dit goud gebruiken? Erik, kom hier. Ik luister naar je. Ik wil dat je iets interessants maakt van dit goud. Doe het snel, wat je zegt. Een gewoon toetsenbord behoort tot het verleden. De ziel van een rijke gamer vraagt om iets exclusievers. Gedaan. Ik weet zeker dat niemand zoiets heeft. Ziet er cool uit. Ik hoop dat het ook goed werkt. Geweldig, precies zoals ik dacht. Kom op. Waarom neemt het personage het drankje niet in? En nu beweegt hij helemaal niet meer?
Is het toetsenbord kapot? Oh, dat is alles wat ik nodig heb. Ik zal het probleem met creativiteit moeten oplossen. Maar goed dat ik een schaar in talent heb. Arme Ray kan ook voor zichzelf een exclusief apparaat maken. Alleen gebruikt hij een goedkoper materiaal. Dat is het. Nu kan ik de deals met de heks voortzetten. Wat heb je met mijn kostbare doos gedaan? Dat was mijn belangrijkste schat. Geef het terug. Het is allemaal van mij. Hoe moet ik nu spelen? Het spijt me, maar ik moet een nieuwe systeemeenheid maken.